Corey Verhuis uit Utrecht. En wij maken indie folk die op een bepaalde manier heel modern is. Dus modernere folk, maar ook een duidelijke connectie heeft met de roots van de folkmuziek. Dus veel met harmonieën, samenzang, oetjes en aatjes, gitaren, banjo's, baarden. Ja. Waarom we meedoen aan de grote prijs? Ik denk dat we wel nieuwsgierig waren naar hoe het zou lopen. Sowieso, je leert er ontzettend veel van onderweg. Bijvoorbeeld toen we in die finale terechtkwamen, kregen we coaching. En die mensen vertellen je allerlei dingen die je nodig hebt over de rechten van je muziek. Hoe je muziek moet opgeven, waar je moet voor opletten, waar je bij moet opletten. Als je, ja, je wordt nu benaderd voor platendeals en ja, welke rechten geef je weg, welke niet. Dus het is sowieso bijvoorbeeld ontzettend nuttig. En verder is het natuurlijk ontzettend gaaf om nu in de Paradiso te spelen, in die finale. Ik bedoel, dat is niet de reden waarom je meedoet. Nou, de reden dat je meedoet is dat je hoopt dat je daar komt staan. En voilà, daar staan we. Het plan voor de toekomst is, we gaan begin volgend jaar een plaat opnemen. En dan willen we daarna gewoon lekker veel gaan spelen, festivals doen, toeren door Europa. Dat is wel redelijk ambitieus.